Hallo mensen van MaxGMCD, welkom bij een nieuwe aflevering van Let's Race Pokémon Fire Red. Het doel van deze serie is Pokémon Fire Red zo snel mogelijk uitspelen. Je zult straks drie schermen zien met onze namen erbij, Jari, Kevin en ik zeg te gek. Dit zodat jullie ons kunnen volgen door ons Pokémon avontuur. Vergeet niet even op abonneren te drukken zodat je niks gaat missen van deze serie. En mocht je deze serie dan leuk vinden, laat het dan eventjes zien door middel van een like. Maar laten we vooral beginnen. Een homostel en Jaddy. Oeh, Kevin, kom jij eens eventjes mee met mij? Oeh, lekker, kom samen in dat bedje liggen, hè? Ja, hij is te groot voor ons beiden. Oh nee, het past wel. Beep. Jezus, Niels. Dus, Heel eventjes, we gingen steenpapier schaar doen voor de starter, hè? Hoe willen we de steenpapier schaar doen? Willen we dan met z'n drieën gaan schreeuwen? Ja. 3, 2, 1, steenpapier schaar. Hoe kunnen we... Allemaal, als autisme werkt niet. Omdat je normaal gesproken met je handen steenpapier schaar en dan doe je iets anders. Ja. Beep. 3, 2, 1. Steen, papier. Papier. Kut, sorry. Ik dacht dat we gelijk iets gingen zeggen, oké. Okay. Wacht, na schaar. We kunnen ook gewoon 3, 2, 1 en dan zeggen wat je wil. Ja, okay. dat dacht ik juist. Ja? Ja. 3, 2, 1. Schaar. Steen. Ah, godverdomme. Hoppa! Was dat een soort van, jullie hadden beide schaar? Ja. 3, 2, 1. Papier. 3, 2, 1. Steen. Ah, kut, sorry. Niels is als leste. Maar okay, Jordi, wat kies jij? Ja, ik start. Jij gaat voor de Charmander, dus ga ik wel voor de Squirtle. Nee, jij mag toch eerst kiezen, Jordi? Ja, maar ik vind Squirtle vind ik wel een goeie. Ik vind Squirtle leuk. Niels, ben je het even met Bulbasaur of... Heb ik keuze? Nee. Ja, dat is het laatste nieuws, wat denk je? Vorige had ik ook een Bulbasaur en toen duurde het echt fucking lang. Nou, oké. Okay. Dus ik ga voor Squirtle en jullie gaan voor een dinges. Ja. Een concept is een race. Ja. Oké, okay, we beginnen in bed. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik begin hier. Lekker gamen. Nee, Niels begint achter de computer. Of nee, we beginnen met z'n drieën in bed. Hallo. Oké, okay, jongens. Ik lig er bovenop. Zijn jullie klaar voor de race? Jullie weten dat je als eerste naar ook moet? Geen idee. Oké, okay, laat me het even zo zeggen. Heeft iemand een idee waar we heen moeten? Nee, maar dat gaat het niet om, het is een race, Niels. Het is straks Max Verstappen, Niels. Max Verstappen on the inside. Nou jongens, daar gaan we. 3, 2, 1. Max Verstappen! Pinda's! Ik loop voorop. Oh, moet je eerst nog een praatje houden hier? Kun je niet rennen hier? Nee toch? Nee. Hoe praat ik? Oh, je kunt nog niet rennen, Jordi. Ik ben buiten. Hoe moeten we überhaupt praten? Waarschijnlijk met X of Z. Eén van de twee. Oh, Gary, het is Gary! Hoe praat je ook alweer? Oh shit, nu ben ik in de chat aan het praten. X of Z moet je praten. Ja, het is Z. Oh, we moeten natuurlijk een starter kiezen. Moeten we dat meteen al doen? Oh nee. Wat moeten we ook weer doen? Wat een goede race dit. Ik ben echt blij dat niemand zich heeft voorbereid. Max Verstappen! Nee, ik wou hetzelfde doen als Niels. Max Verstappen. Oh, Niels heeft wat gevonden, getriggerd. Ja, volgens mij is het gelukt. Oké, okay, eventjes voor de duidelijkheid. Kevin zegt X in plaats van dat hij X drukt. Ik word meegenomen, ik word ontvoerd. Ik word ontvoerd. Supermooi dit. Eventjes voor de duidelijkheid. Dit is een online Pokémon Fire Red versie. En daardoor kunnen we ook elkaar zien. Oh, vinger dat knopje. En zo kunnen we ook ondertussen een beetje elkaar in de gaten houden, naast dat we elkaar dan niet kunnen zien. Ik heb een Bulbasaur binnen, jongens. Oké. Okay. Oh, wacht, want dit is de verkeerde. Dan moet je die andere pakken. Oké, heel eventjes. Ik vind het wel een goede regel dat je in ieder geval elke Pokémon een eigen naam moet geven. Ja, dat vind ik ook wel een goede regel. Oké, okay, ik ben al in de battle met Gary. Ik heb professor ook nog niet eens gevonden. Jordi, hij staat er echt hoor, Jordi. Hij staat echt op mijn scherm. Ik zie alleen maar die kerel met die rode haren hier. Oké, Jordi, ik geef je even advies. De eerste wat je moet doen is naar buiten heen en dan naar boven heen lopen. Dus uit het scherm. Dus naar dat gras heen. Ja, heb je dat? Ja. Ja, oké. Okay. Dat is het eerste. De rest volgt gewoon zelf alweer. Kevin en ik gaan volgens mij redelijk gelijk op. Ik kan lekkere Bulbasaur scratch hoor, op zo. Ik haal die zo wel in. Oh man, volgens mij doet hij meer damage op mij. Gewoon keihard op het knopje drukken. Zo ja, gewoon spammen. De tactiek is heel simpel bij mij. Gewoon alle sterkste aanval gewoon op nummer 1 zetten. Dan kun je gewoon net op Z drukken en dan doet hij hem gewoon automatisch.
Hak. Ja, en Niels, heb je al gewonnen of? Ja, ik ben al weg, jongens. Ajus. Niels is er vandoor. Ik ga er ook vandoor, jullie. Speak me. Ja, oké, heel even. Jongens, hebben jullie al enige ervaring met Pokémon FireRed? Ja, denk ik. Ik heb hem in Soul Silver een keertje gespeeld. Was het zo'n extra DLC-achtig dingetje of zo? Wat FireRed, de hele game. Ja. Wat hij in Soul Silver? Ja, alleen dan was iedereen level 60 en zo. Oh, op die manier. Want er waren alle Pokémon al level 60 en dat soort dingetjes. Ja, maar je hebt vroeger niet FireRed gespeeld? Nee, nog nooit. Ook niet Red of zo, Blue of Yellow? Nee. Ik had geen Game Boy, dus... Oké. Ik kan me nog herinneren dat Jody dit wel heeft gedaan. We hebben het niet een keer met z'n allen gedaan. Ja, we hebben sowieso Pokémon MMO een keertje eerder gedaan, maar heb je ooit zelf een keer in je kindertijd gedaan? Nee, ik heb alleen maar Emerald gespeeld, volgens mij. Oké, dus jij hebt echt werkelijk geen idee wat je nu allemaal moet doen. Nee, maar dat, jongen, dat is een kwestie van tijd. Dit is een appeltje heetje, jongen. Ik heb meteen al de beste Pokémon gekregen. Zien de Squirtle. Ja, maar iedereen weet toch dat een Charizard beter wordt, jongens? Het is wel altijd de standaard struggle dat je altijd tegen de Pokémon die het sterkste is tegen Jonen, dat je daar tegen moet vechten op het begin. Zo, ik ben al een stukje verder, jongens. Ja, ik ben al in het ene dorpje. Echt? Ja. Ik dacht dat je nog achter me stond. Nee, niks ervan. Ik ben al aan het rennen. Ik ben nog met Kipli aan het vechten. Met Kipli? Ik heb alleen echt geen idee wat ik allemaal moet doen eigenlijk. Ik wel. Ik weet het nog van de vorige keer. Ja, op een gegeven moment, daar moet je dan moet je zo'n doos afleveren, toch? En dan moet je weer helemaal terug naar Professor Oak of zo en dan... Volgens mij is dat de tactiek. Oké, dus ik moet een doos afleveren. Waar moet ik die doos afleveren? Ja, weet ik veel. Of die moet je nog krijgen, dat kan ook nog. Oh, ik heb Amber gekregen, jongens. Ja, nu ga ik jullie zo hard inhalen. Oh, ik word echt zo gek van deze besturing dat het zo tiek, tiek, tiek is. Oh, deze keer was een Hunchcrow. Oh ja, Kevin, daar worden wij en de kijkers duidelijk op. Ja, maar dan moet je gewoon meer Pokémon hebben gespeeld, want ik heb bijna elke Pokémon tot nu toe nog gespeeld. Een Hunchcrow. Misschien is het wel handig om eventjes een kleine soort van FireRed walkthrough naast je te hebben. Dat is niet eerlijk, Niels. Dat is niet eerlijk. Dat zou handig zijn. Ja, maar ik vind het niet eerlijk. Oké, dus ik moet het maar gewoon met mezelf redden. Ja. Niels, dit is een spel voor kinderen, Niels. Alles wat je moet doen staat gewoon, dat zeggen hun gewoon letterlijk waarschijnlijk. Ja, maar waar moet ik dit doosje nou afleveren? Nou, ik ga eerst even mijn Pokémon healen. Jongens, ik ben helemaal van het padje. Het is wel echt de struggle dat je niet kunt rennen. Ja, maar dat komt nog, Jordi. Ja, jongen, Kevin, dat duurt me toch allemaal te lang. Ik ga gewoon Kevin volgen, die kent vast de weg. Ja. Je moet naar de Pokémart. What the fuck? En ik een GeForce Experience in beeld. Ja, kijk, ze hebben het over een doosje hoor. Ja, snel terugrennen naar Professor Oakies. Ja, ik ben weg. Toedeledokies. Ik zet de achtervolging in, jongens. Ja. Die bereikcode, die gaat achter Max Verstappen, man. Ja, ik ben Verstappen senior. Ik ben een beetje uit de bal gevlogen. Oh shit. Heb ik een doosje gekregen, is de vraag nu. Ben je al in de Pokeshop geweest dan, Jordi? Want ik heb je niet gezien lopen. Ik ben in de Pokeshop geweest, ja. Oh ja, ik hoefde niet met een beest te vechten. Nye. Oh, ik heb wel het laatste grasje, nee. De struggle. Maar we hebben dus Pokémon ook al eens eerder gedaan. Alleen volgens mij hebben we die echt nooit afgemaakt. Nee, maar dat was ook, daar zat geen idee achter, jongens. Dit is een echte race. Oh, Gary komt zich mee bemoeien, hoor. Moet je weer met Gary vechten dan? Ja, weet ik niet. Oh, ik mag nu een Pokédex pakken, jongens. Ik heb een Pokédex. Ja, die heb ik niet nodig. Dat kost me te veel tijd. Ik hoef die Pokédex niet. Ja, maar het is toch de race wie zo snel mogelijk Pokédex vol heeft? Nee, grapje. Dat is dan bijna onmogelijk. Ik wou zeggen, volgens mij red je het dan echt niet, jongen. Ja. Snel. Max Verstappen in Monaco. Maar goed, van deze game komt binnenkort ook nog een remake voor de Switch. Of tenminste, van Pokémon Yellow, dus praktisch deze game, toch? Ja. Is dat zo? Kevin, gaan wij die nog samen spelen? Ja, sowieso. Heb ik toch de hele tijd al dat speciale apparaat voor gekocht, Niels. Heb je ook die Pokéball gekocht? Nee, ik heb toch dat ene de Capture-ding gekocht, waardoor we het op kunnen nemen.
Okay. Ik heb geen idee meer wat ik aan het doen ben, dus ik ben weer naar het tweede stadje aan het rennen, maar ik heb het idee dat ik het fout aan het maken ben. Maar goed, eventjes richting Jody. Er komt zeg maar een nieuwe Pokémon game voor de Switch uit. Een beetje met het idee van Pokémon Go. En dat is eigenlijk een remake van Pokémon Yellow. Wat je daarmee ook krijgt is zeg maar zo'n Pokéball die je ook kunt aansluiten op je Pokémon Go. Dus mocht jij ooit eens twee kerels van in de 20 bij jou over de weg heen zien lopen met een Pokéball, zijn waarschijnlijk Kevin en ik. Oké, ja. Met zo'n zielige Pokéball in hun hand, weet je wel. Dat wordt een dump, dat wordt een dump het filmpje. Ja. Een zielige jongen speelt mij op straat. Twee idioten door mijn straat. En dan zie ik Kevin en mij met ons Pokéball slingeren. Yes. Maar dat klinkt ook heel fout. Ah, man. Ja, ja, ja. Nou, het is wel wat er gebeurt. Heeft iemand een idee wat hij moet doen? Ik zie Kevin daar wel in de bosje staan. Hoor. Jongens, kom maar, ik heb candy. Joe. Ja, 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 ja. Ik ben verder, ik ga verder. Ja, Kevin, je moet in ieder geval naar route 1, kom route 2. Dat heb ik me nog onthouden. Ik heb de town map gekregen, bitches. Van wie heb je die gekregen? Ja, van je mami. Moet je eerst aan je moeder? Ja. Ja, wat verdik me. Volgens mij, Kevin, is het niet heel erg bevorderlijk voor de race dat je de concurrent gaat vertellen wat je moet doen. Oh ja. Nee, maar dan houdt het tenminste wel leuk, anders zitten wij gewoon te kutten. En weten we niet waar we moeten. Ja, jongen, Niels, waarom laten we erin? Ik ben in ieder geval nu mijn Bulbasaur even aan het trainen. Ik one-hit al die beesten gewoon nu. Hey Jordi! Echt? Ja, met die Ember. Het is gewoon two-hit gewoon. Hey Niels, ik zie Niels! Ik kan alleen nog maar zo'n beetje tackelen. Ik heb lead sheet gekregen, maar daar wordt niemand gelukkig van. Nee, dat doe je er alleen maar langer over. Daarom. Ik denk dat ik eerst maar eens even naar de moeder ga. En dan... Of naar Gary's moeder. Een van die twee huizen moet je in. Ik zou nu een Pokédex gekregen moeten hebben, maar waar zou ik die moeten vinden? In mijn bag natuurlijk. Waarom kijk je überhaupt tot de Pokédex? Waarom denk je? Maar waar ga ik nou een keer een Pokémon vangen? Nee. Ik neem het advies van Kevin op me en ik pak eventjes ook de andere huis erbij. Ik ben al ergens fucking ver, maar ik weet toch niet waar ik heen moet nu? Ja, ik heb de townmap gekregen. Ik zit nu al in het bos waar je Pikachu kan vinden. Jongen, Kevin, niet zo hard gaan. Ja, maar waar moet ik überhaupt heen? Wordt er een keer zo'n tutorial gegeven zo van, joh, zo vang je een Pokémon. Ja, je hebt de townmap nog niet eens. Hoe weet jij dat? Omdat je nog niet in het huis van Gary bent geweest. Ja, maar ik weet niet of je die überhaupt nodig hebt, maar... Ik word gewoon gestalkt hier, hoor. Misschien heb ik wel een geheime tactiek. Het is trouwens wel bevorderlijk dat we dan Poké-MMO doen en niet gewoon de game zelf. Want dan kunnen we elkaar nog een klein beetje aansturen, merk ik al wel. Nee, maar dat zou handig zijn, Niels. Nee, wat ik er nog van weet is gewoon, in principe heb je elke route heeft een nummer. En je volgt gewoon de nummers en als het goed is kom je dan de game wel door. Hij gond zand naar mijn hoofd. Oh, wat een mafkees. Ik kom ook achter je aan, Kevin. Ik ga ook even wat zand in je gezicht mieteren. Man. Dat is niet aardig, Niels. Ik ben ook niet heel aardig, dat scheelt. Ik kom en dan zie je oog mieteren. Een pinda? Ja, misschien wel. Nu moet er een pinda in beeld, hè? Die maakt me ook veel te druk. Die van mij. Ik zie Kevin hier battelen. Kevin, ik heb je ingehaald. Ik wil dat die pinda van mijn beeld gewoon naar Jordi's beeld vliegt. Zo, en dan naar zijn hoofd. Oh, ik draai een tank, doe ik het. Nog meer eisen, mijn jongen? Vuurwerk? Ja, zeker. Huilende baby? En aangezien we een splitscreen doen met drie mensen, moet natuurlijk één beeld het grootste zijn. Dus ja, highlights. En dan kies trouwens, de poker trainers, die vallen je nu automatisch aan. In vergelijking met de vroege poker MMO, dat deed hij toen dat niet, hoor. Nee, voor mij niet. Nee, ik wou zeggen. Ik moet echt een Caterpie. Dat is gewoon wel beter. Ja, dat is wel een goede verbetering. Maar hoe staat het met jullie Pokémon voor dan? Mijn is al er wel achter, hoor. Die van mij ook. Oh ja, die Caterpie wordt bijna gewonnen. Mijn is level 9. Echt? Ja, tuurlijk. Jongen, ik had verwacht dat jij nog in het eerste dorpje in je bed lag. Ja, ik heb natuurlijk twee accounts gemaakt, zodat ik jullie op het verkeerde been kon zetten. Nee. Ik ben al bijna bij de gym, jongens. Ja, jullie hebben al bijna alle gyms verslagen. Volgens mij heb ik Fire Red trouwens nog nooit echt uitgespeeld, dus dat wordt nog wel lastig. Oh ja, die Weedle werd gewonnen, hoor. Ja, level 9, bitches. Ja, maar... Ik heb vernomen dat deze game uit te spelen valt in 8 uur.
Maar wanneer is die uitgespeeld? Is dat wanneer je bij die Elite 4 of herinner ik dat ik dat verkeerd? Als je de Elite 4 hebt gehaald, toch? Ja. De race die stopt ook als je de Elite 4 volledig hebt verslagen. Dus dat je de champion bent. Oké. Okay. Ja, maar dan gaan we verder naar de volgende region. Ja, als het een beetje in de smaak valt, dan kunnen we dat zeker doen. Of het in de smaak valt, wat is dat nou even een vraag? Dus? Ja, misschien vinden ze jou wel gewoon helemaal niet leuk, Jardine. Dan gaan wij de volgende keer gewoon alleen met Kevin. Ja, maar nu willen ze zeggen ze speelt Fortnite. Ja. Ik snap wel, meestal hebben mensen een beetje de eco aan de beste spelen. Dat is, daar zit wel iets in. Ziek. Wat een egoïst. Ja. Man. Maar jongens, ik vind het wel weer leuk geweest. Zullen we gaan Fortnite'en? Ja, speel Fortnite. Maar hoe staat het met jullie Pokémon voor? Want ik ben al bij een Charmeleon. Ja, dat is goed met jou, jongen, Kevin. Ja, ik one-hit al deze beesten, dus ik kon er wel makkelijk doorheen. Ik ga ook gewoon al die trainers echt mee vechten gewoon, zodat ik van alle XP krijg. Dat is echt oneerlijk. Jij kan natuurlijk gewoon al die gras-Pokémon allemaal one-hitten. Ja. En jou, die zit een beetje de plantjes water te geven en ik ben letterlijk een plant. Nee, dat is een beetje oneerlijk. Yes, bijna level 11. Maar gaan jullie al je eerste Pokémon vangen in dit bos, of gaat dat niet worden? Als ik een Pikachu tegenkomen dan wel. Ik ga mijn tijd niet verspillen aan slechte Pokémon. Maar ik heb voor mij nog geen Pokéball, hè, dus... Natuurlijk heb je al Pokéballs. Hebben jullie nog een bepaalde tactiek van tevoren bedacht, of was de tactiek ik zie wel? Ja, ik neem de tactiek een beetje van lekker spelen aan. En dan gingen ze ook tegen elkaar vechten in Sun and Moon. Ja. En het beste is gewoon gelijk een Magikarp vangen. Of een Gyarados. Ja? Ik denk niet dat dat de beste tactiek is, maar het zou kunnen. Op welk level evolueert Caterpie en Gyarados dan? 20, Caterpie. 20? Of een Caterpie. Ja, nu wil ik een Caterpie zien evolueren in Gyarados, maar in de video, Niels. Ja. Ja, het is al praktisch en warm, toch? Of, ja, het lijkt er wel een beetje op. We hoeven niet veel meer aan te doen. Maar is dat alles? Is dat gewoon jouw tactiek? Ja, ik krijg Gyarados win race. Ja, of met mijn Charmeleon, want die leert op een gegeven moment ook Dragon Rage en dan one hit je gewoon echt letterlijk alles. Waarom hebben Kevin ook weer die Charmander gegeven, Jerry? Omdat ik rode haar heb. Kijk, dat is het voordeel als je junior bent, hè. Ja. Ja, mijn Bulbasaur is al level 10, jongens. Gaat snel. Ja, ik ben al bijna level 12. Ja, jongen. Nu heb ik nog heel weinig gehad van onze ziel Jody, hoe ver die ermee is. Nou, kijk. Mijn tactiek is om zo min mogelijk Pokémon's te vangen in het begin. Dat is sowieso een tactiek, want anders... Tenzij dat je XP share hebt, maar die heb je denk ik nog niet, toch? Die krijg je denk ik niet in het spel. Nee, volgens mij heb ik geen... Maar bij die nieuwste Pokémon's dan druk je die XP share aan en dan krijg elke Pokémon in je party krijg gewoon XP, maar dat was, vroeger was dat niet zo, dus... Echt? Ja, toen kon je alleen maar een aparte Pokémon kiezen die dat kreeg. Ja, wat simpel, of niet? Ik wil niet zeg maar nu al doodgaan. Ik heb geen zin om dit hele bos eigenlijk opnieuw te doen. Nou, kijk, weet je wat het ding is? Ik ga altijd in elke spel in de eerste aflevering dood, dus waarschijnlijk gaat het zo een keer gebeuren. Nou, onze Minecraft Hardcore Survival, back in the days. Ja, ik wou zeggen, daar zat ik direct aan te denken. Ja, we hebben toch wel eventjes overleefd. Ach man, het zal me toch nooit meer vergeten dat we toen letterlijk de opname waren gestart en echt 5 minuten in de opname viel Jordi al in de lava. Ja. Maar het was ook gewoon zo... Daar kan ik niet zoveel voor aan doen. Niels deed alles op het kanaal, hij had alle series bijna wel, hij deed overal wel mee. En toen zei hij zo, alsjeblieft jongens, ga niet als eerste, of ga niet dood. Anders moet ik nog meer alleen doen. En je ging dood in dezelfde aflevering. Woep, Niels nog in zijn eentje. Ja, dit was echt... Maar hij dacht dat dat per ongeluk ging, jongens. Ja, precies, maar het was allemaal een complot. We doen eerst net alsof Niels samen met ons speelt en aan het einde van de dag... Nien. Jongens, ik ga Kevin weer in de... Ah, shit. Ik zit Kevin op de hielen en we zijn nog steeds... Ik ben letterlijk met alles aan het vechten wat ik zie, hè, Niels. Mm-hmm. Ook met elke trainer en zo. Ja, ik heb daar echt even geen behoefte aan, zeg maar. Ja, dat is juist handig. Ja, ik weet dat de meeste XP van trainers komt, maar... Ja, Jesus, dus als ik stap... Jou was ook zoveel mogelijk... Een Pikachu! Fuck off, Jody. Deze Pikachu moet ik hebben. Ja, laat Kevin maar even zichzelf praten. Ik wil deze Pikachu. Oh, jongen.
Maar Jari, heb jij al een tactiek voor de race bedacht? Voor de race? Ja. Ja, ik ga zo snel mogelijk naar die innere stadje waar ik die fiets kan krijgen, want ik word hier helemaal gek van. Ik heb aan je fiets. Heb ik? Zo snel?